Dit is de Stuttgartstraat van morgen vroeg. Een automobilist rijdt nietsvermoedend de straat in. En dan ontstaat er onder zijn wagen ineens een gat midden in de weg. Stadsbeheer gaat direct over tot het onderzoeken van het hele riool in de straat. En dat gebeurt met een robotcamera. Je ziet wel dat er grondwater naar binnen komt. Zoals hier zo. Inderdaad, als het dan erger wordt, weet je, want het is ja, een soort kunststof, dan kan het inderdaad dat het zeg maar ja, wegscheurt. En het risico is dat hij helemaal doorbreekt, om het zo maar te zeggen. Nou, als dat gebeurt, dan zakt er ook zand in de riolering, waardoor het zand onder het wegdek verdwijnt en dan ontstaat er zo'n gat. Het gat dat dinsdagavond ontstond, dat is inmiddels gevuld met zand. Daar komen de stenen overheen. Ze zijn bezig met de rioolinspectie. En wat er verder gebeurt, is dat dit gedeelte van de weg, dat gaan ze helemaal afzetten. Ze zorgen er wel voor dat de bedrijven gewoon met auto's bereikbaar zijn. Maar voor de rest gaat dit afgezet worden, zodat ze hier de riolering kunnen aanpassen.